Voeding maakt een belangrijk deel uit van onze ecologische voetafdruk. En ondanks het feit dat mensen best wel milieubewust willen consumeren, zien we dat het in de praktijk niet altijd wordt omgezet. Informeren en sensibiliseren bereikt maar beperkt het doel. Het is dankzij partners zoals KBC dat we gedragsexperimenten in de praktijk kunnen uitproberen om de mensen in de juiste richting te duwen, gebruikmakend van gedragswetenschappen en nudging. Duurzaamheid is bij KBC geen zweverige filosofie, maar een manier om een bedrijf te runnen met aandacht voor mens en milieu. Ons duurzaamheidsbeleid kijkt naar de toekomst en houdt constant evenwicht tussen people, planet en profit. We zijn ook nieuwsgierig van aard. Er lopen continu pilootstudies, experimenten allerhande. We nemen onze maatschappelijke rol actief op en daardoor past dit project van de Vlaamse overheid perfect in het plaatje. In een studenten- en bedrijfsrestaurant hebben we het meest duurzame gerecht onder de aandacht gebracht door dit eigenlijk bovenaan op de menukaart te plaatsen. Dit werkt volgens het beschikbaarheidsprincipe. Wat men eerst ziet, zal ook het meest gekozen worden. Maar dit werkt ook volgens het principe van sociale normen, omdat mensen het idee hebben dat het product of het gerecht dat bovenaan vermeld staat op een menukaart het meest populaire product is. Wat we ook gedaan hebben, is bij de meest duurzame variant een attractief label toegevoegd. Dus in plaats van bijvoorbeeld op de kaart te zetten volle veggie, zeggen we smeuïge volle veggie. Door het woord smeug toe te voegen, gaat de smaakperceptie verhogen, gaan mensen denken dat de volle veggie eigenlijk lekkerder is dan dat men gewoon de volle veggie zou aanbieden zonder het woordje smeug bij. Ten slotte hebben onze nutjes extra kracht bijgezet door het toepassen van een priming en een beloningsmechanisme. Men gaat ervoor zorgen dat mensen gaan nadenken over duurzaam of dat ze toch alleszins het concept duurzaamheid gaan gebruiken in hun beslissingen. En hoe doen we dit? Door het eenvoudig plaatsen van een boodschap kies jij ook voor duurzaam op de plaats waar mensen het restaurant binnenkomen. We gaan ook een beloningsprincipe toepassen. Dat wil zeggen, we gaan mensen belonen om een duurzaam gedrag te stellen. Hoe gaan we dit doen? We gaan hen eigenlijk bedanken voor hun duurzaam gedrag. En we gaan dit doen op het moment dat ze hun dienblad eigenlijk op de afruimband gaan plaatsen. Hangen we een boodschap en deze leest van dankjewel om een duurzaam gerecht aan te kopen. Of bedankt dat je ook duurzaam koos. En door deze beloning te geven, gaan we eigenlijk mensen conditioneren om op langere termijn alsmaar opnieuw dit duurzaam gerecht aan te kopen en alsmaar opnieuw dus meer duurzaam te handelen. Dit project is aantrekkelijk voor ons omdat er een nauwe samenwerking was tussen de ambtenaren van de Vlaamse overheid, tussen de onderzoekers van Marketing Universiteit Gent en KBC als participerende organisatie. Er werd voortdurend gestuurd en gemeten, zowel op korte termijn als op lange termijn. De interventies zelf waren subtiel. De cateraar stond daar wel open voor, al trok hij wel vreemde ogen toen we met de vraag bij hem kwamen aankloppen. De verkoopcijfers van de twee bedrijfsrestaurants werden vergeleken met de verkoopcijfers van gelijkaardige bedrijfsrestaurants. Wat we zagen is dat op korte termijn het in de kijker stellen, de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid verhogen van deze meest duurzame optie door bijvoorbeeld het toevoegen van een descriptief label, van een sociale normboodschap of het toevoegen van een duurzaamheidslogo zorgt voor een meerverkoop van 5% van deze meest duurzame optie. Nu, op lange termijn konden deze resultaten niet stand houden. Mogelijk speelt hier een leereffect. Het zou kunnen dat nudges die de aantrekkelijkheid en de beschikbaarheid verhogen op korte termijn, de consument wel kunnen aanzetten tot het proberen van iets nieuws, maar de nieuwheidsfactor is niet meer aanwezig wanneer ze deze nudges regelmatig zien. Ook kan smaakperceptie of smaakervaring een rol spelen. Het kan zijn dat de smaakverwachtingen die worden opgeroepen door bijvoorbeeld het toevoegen van een descriptief label niet kunnen ingelost worden. Een knapperige veggieburger is misschien helemaal niet zo knapperig. En de knapperige veggieburger is misschien nog steeds dezelfde burger als degene die werd aangeboden vooraleer deze het label knapperig kreeg.